Goedemorgen Delft. Welkom bij de Tafel van Delft. Dit is de eerste uitzending. De bedoeling is dat we dit elke week gaan herhalen. Altijd op zondag om 11 uur wordt het uitgezonden en om 10 uur nemen we het op. Ik heb vandaag als eerste gast niemand minder dan de burgemeester. De eerste vraag. Burgemeester, hoe moet ik u aanspreken? Wordt het mevrouw Van Bijsterveld, burgemeester, Marja, wordt het je of jij of u? Marja is uitstekend. Ja? En jij mag ook. Mag ook. Ja. Oké. Okay. Prima. Ja, het hoort erbij. Je moet dat netjes vragen. Ja, zo is het. Marja, toen jij een jaartje of 6, 7, 8 was, kind, en er een oom aan jou vroeg, wat wil jij laten worden, kindje? Wat zei je toen? Burgemeester? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Ik denk dat ik toen zei juf of dominee. Zo. En hoe kwam die keuze? Ik weet het niet. Juf, kijk, je kijkt natuurlijk altijd op tegen je juf op school. Hè, ik had een hele lieve juf. Juf Mes heette ze. Dus ik denk dat ik dat gewoon heel leuk vond. En dominee vond ik ook prachtig op de kansel. En dan preken, spreken, geweldig. Dus ik denk dat ik die twee dingen. Misschien voor dat dominee net een paar jaartjes later. Maar juf, ik denk dat ik juf zei toen, ja. Maar je ging dus naar de kerk vaak? Zeker, ja. Ik kom met een gereformeerd nest. Ja. Vrolijk gereformeerd. Vrolijk gereformeerd. Dat bestaat ook. Maar wel heel calvinistisch. Heel veel plichtsbesef. Ja. Heb je nog last van? Ja, zeker. Maar goed, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik werk er ook hard door. Maar je kan ook te hard werken natuurlijk. Ja, maar een mens kan veel hebben, is mijn ervaring. Heel veel energie. Ja. Ik kom echt uit een ondernemersgezin. Mijn vader had ook altijd heel veel energie, deed heel veel. Was altijd in de weer. En dat was ons voorbeeld. Mijn vader zei ook altijd, wees maar enthousiast, dan komt het wel goed. En dat is mijn ervaring ook. Wees maar enthousiast, dan komt het wel goed. Zeker. Nou, dat is een mensen in Delft. Ja, dat is het. Onthouden. Eigenlijk. Hele goeie. Ja. Maar wat voor ondernemer had je vader? Die had een toeleveringsmaatschappij voor scheepvaart en wegenbouw. Dus grote kabels voor Smit, Tak. Oh, ja. En voor de offshore. En waar woonden jullie ook daar? We woonden in Rotterdam. Ja. En, of althans, toen ik zo klein was, toen ik 6 jaar was, woonde ik nog in Rotterdam. Toen zijn we naar Roon verhuisd. En het bedrijf is toen ook naar Roon verhuisd. En dat zat op het bedrijventerrein. En wij woonden in het dorp. Leuk. Ja. Dus je hebt een echte... Nou ja, je bent van de CDA, dus je hebt een echte christelijke... Opvoeding gehad. Ja, zeker. Ja. Ja. En dat ben je nog steeds? Ja. Ik geloof nog steeds, niet zo absoluut meer, maar nog wel, ik geloof wel in de, zeg maar, in de goede kracht, in de liefde, in God. Ik geloof ook in God. En, maar ik geloof ook in reïncarnatie, ik heb een mix van dingen, maar wel van de goede kracht. En, maar bijt dat elkaar, geloof in God en reïncarnatie? Nee, ik weet het niet. Ik geloof dat mensen zich vaak, in ieder geval, ik zie mensen die... heel rustig, heel evenwichtig zijn. En dan denk ik, god, die zijn er eigenlijk, denk ik, wel haast. En ik zie ook mensen waarvan ik denk, och, die hebben nog een lange weg te gaan. Bij mezelf denk ik soms ook, ik heb nog wel een aardige weg te gaan. Ik vind het ook wel mooi om je te ontwikkelen in het leven. Om te zorgen dat je jezelf overwint en dat je daarmee een sterke mens wordt. Eigenlijk ook wel een beetje de uitdaging waar je voor staat. Ja. Dus het geloof helpt je ook in de functie die je nu hebt? Zeker, ja. Geeft moed, geeft troost. Maakt ook dat je ook jezelf relativeert. Hè? Dat is soms ook heel erg gezond. Want dat maakt ook dat je ook je neer kan leggen bij dingen die je misschien minder goed gedaan hebt dan je had willen doen. Dus het geloof is bemoedigend. En ik kom gewoon uit een heel warm nest. Dat neem je mee. En al die dingen die je meegekregen hebt, die zijn toch een soort ankers in je leven in de loop der jaren. Waar ben je mee begonnen met wat voor een soort beroep? Ik denk niet als burgemeester natuurlijk. Nee. Ik ben na een heel, zeg maar, wat recalcitrante jeugd ben ik verpleegkundige geworden. Hoor ik nou recalcitrante jeugd? Ja, Tijn. Je was lastig? Ik was lastig. Ja, echt? Ja, ik was de jongste van 6 en mijn ouders waren al wat ouder. Die hadden druk met het bedrijf en zo'n bedrijf vraagt dat veel aandacht.
En ik was ongedurig. Ik was echt. Ik heb later als minister ben ik verantwoordelijk geweest voor de schoolverlaters, de vroege schoolverlaters. En ik begreep ze altijd heel goed. Jij was een ervaringsdeskundige. Ik was zeker een ervaringsdeskundige. Ja, ja. Ja, ja. En de hele tijd dat stilzitten en nee, dat was gewoon niks voor mij. Ik ben uiteindelijk de verpleging toen ingegaan, omdat dat natuurlijk heel hands-on is. Ja. Ja, lekker mensen helpen, bedden opmaken, huppatee langs die zalen, gezellig met je collega's, met mensen praten. Dat vond ik zelf eigenlijk het leukst. Gewoon goede gesprekken, mensen bijstaan. Daar ben ik eigenlijk, daar had ik het heel goed naar mijn zin. Maar toen werd ik lid van een jongerenorganisatie van het CDA. Toen kwam ik in aanraking met politiek. En verhuisde ik naar Almere, getrouwd met twee kinderen. En toen kwam de dominee langs en die vroeg van, wat wil je gaan doen? Wij waren altijd actief als gezin, in ons gezin. Het was eigenlijk niet denkbaar dat je ergens lid van was en niet actief was. Dus de dominee kwam langs, die zei van, goh, wat zou je willen doen? Dan zou je de kerkenraad willen. Ik was nog maar heel jong, 27 toen, maar hij was ook voorzitter van het CDA. Hij zei, ik zoek ook mensen voor de gemeenteraad. Dus dacht ik, nou, laat ik die gemeenteraad doen. Mijn moeder zei ook, voor de kerkenraad ben je eigenlijk nog een beetje jong, te weinig ervaring. Dus ik ging de gemeenteraad in en toen werd ik ook gelijk wethouder, dus zo ben ik erin gerold. Jeetje. En toen ik eenmaal daar, toen kreeg ik al die dikke stukken. En in het begin dacht ik, my goodness, dit ga ik niet overleven. Maar toen kreeg je debatten in die raad en dan moest ik me heel goed verdiepen in die stukken. Toen bleek eigenlijk dat ik heel snel kon lezen, snel de quintessens uit stukken halen en dan het debat aangaan. Geweldig. Dus na een paar weken dacht ik, dit is mijn ding. Maar het is nog wel hard werken geweest. Je bent gewoon heel slim dus. Nou, dat weet ik niet. Ik kan snel lezen en snel de belangrijke essentie uit een stuk halen. En ik hou van debat. Ja. In de Tweede Kamer heb ik ook heel veel gedebatteerd. Met de Tweede Kamer, maar ik was zelf altijd het meest op mijn best voor mijn gevoel in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer zitten heel veel mensen die echt weten wat er in een wet staat en die heel scherp je ondervragen. En dat vond ik leuk, want dat was elke keer eigenlijk examen doen. Dus dan moet je eigenlijk een soort 10 zien te halen. Hè, ik vond het dan toch vervelend als het een 8 was. Hè, ik wilde echt alles weten van die wet en het liefst ook mensen overtuigen. Hè. Democratie is overtuigen. En dat doe je in de Eerste Kamer. Kijk, in die Tweede Kamer staat de politiek vaak heel erg vast. Want dat is toch politiek en hebben ze eigenlijk al hun mind opgemaakt. Maar in die Eerste Kamer zitten mensen die nog wel ideeën hebben van, hé, wacht even, er zit iets in. Die vallen nog te overtuigen. Ja, er valt nog te overtuigen, ja. Dat echt wel een beetje christelijk, hè? Te overtuigen. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje zendingsdrang. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is wel waar. Had je daar niet heen gewild? Afrika? Nee. Voor mij is het allemaal veel te eenvoudig. Ik hou niet van spinnen en al dat soort dingen. Oh, nee. Ik zou het en die zijn ook niet te overtuigen, spinnen. Nee, het zou voor mij te nee, ik ben op mijn gemak hier waar ik nu zit. Maar je was dus wethouder in Almere? Ik was wethouder in Almere, toen ik 28 was. Terwijl je was nog amper in de politiek en je werd gelijk wethouder. Ik kwam uit het niks. En, ongelooflijk. Dus dat had natuurlijk ook heel erg fout kunnen gaan. Ja, maar dat ging goed. Dat ging goed, ja. Dat is omdat ik gelukkig talenten meegekregen had. Dus meer een voorrecht dan een verdienste. Maar dat ging goed, gelukkig. Ja, en dankzij mijn man, hoor, die mij enorm gesteund heeft. Uiteraard, dat moet je er altijd bij zijn. Nou hoor. Ja, het is ook gewoon waar. Ja, dus tuurlijk. Dat snap ik. Ja. Maar de politiek is natuurlijk niet alleen maar overtuigen en stukken lezen. Het is ook natuurlijk het conflict, de stroperigheid, de ambtenarij. Kon je daar wel mee omgaan dan? Nou ja, kijk, het is allereerst, daarom denk ik dat ik het ook zo mooi werk vind, het is allereerst gewoon mensenwerk. Ja. En je hebt heel direct met mensen te maken. Het gaat eigenlijk altijd over belangen van mensen. Over wat mensen, waar mensen tegen oplopen. Je moet ook rekenen als overheid, dat zeg ik hier ook heel vaak, let op mensen, als overheid hebben wij gewoon een monopolie. En als je een monopolie hebt, dat is toch wel adel verplicht. Dan moet je het echt heel goed doen. Dus je moet mensen in beeld houden. En dat kan zijn individueel. Op lokaal niveau dat je mensen tegenkomt en mensen iets aan je vragen. En dat je zorgt dat mensen zo mogelijk verder geholpen worden met hun probleem of hun vraag. En nationaal gaat dat natuurlijk over hele grote groepen. Hè. Ik heb het onderwijs dan gehad, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, 5,5 jaar lang.
En ja, dan heb je het over hele grote getallen. Het gaat er dan om dat je inderdaad beleid maakt waar mensen verder mee komen. En waar je situaties verbetert. Dus dat is één, dus dat is toch het eerste. En daar gebruikte ik dan in Den Haag, was wetgeving vaak natuurlijk je middel om dingen goed te regelen. Maar soms ook door gewoon te zorgen dat mensen uit het ministerie stimulerend aanwezig waren bij scholen en bij organisaties. Dus die inhoud is eigenlijk wat meest dat mij drijft. Ik hou echt gewoon van inhoud, ik hou echt van lezen. Ik denk dat ik een van de weinige ministers was die altijd met plezier die hele grote, zware loodgieterstassen openmaakte. Ik dacht altijd, als ik dan s'avonds om 11 uur thuis kwam, had je er 1 of 2 bij je. Was best heel veel leeswerk. Maar vond je man dat ook leuk, die grote ja, tas? Ja, die was het gewend, die was het gewend. Kijk, je ging zitten, je kwam binnen. Het eerste wat je toch zei, van ja, ik ga even werken. Even werken. En dan deed die tas open en dan kwam die eerste map eruit en dan maak je hem open en... Heel vaak dan, ja, dacht ik, wauw, wat een geweldige inhoud. En dat ik dat lekker mag lezen. Wat heerlijk. Ik hou van inhoud. Oh, ik hou echt. Maar goed, vervolgens is het ook heel leuk om het debat te hebben in de Tweede Kamer. Om echt dat politieke debat te hebben en te zorgen dat je gewoon de aanval attaqueert. Hè. Het is ook wel geworden, het is een soort wedstrijd ook die je voert in die Tweede en Eerste Kamer. Maar wacht, ik weet niet of iedereen het weet, maar je was eerst wethouder in Almere. Ik weet niet hoeveel jaar je dat geweest bent. Heb ik 3 jaar gedaan. 3 jaar. En toen ging je al vrij snel... Nee, toen ben ik burgemeester geweest in Schipluiden, 8 jaar. Oh ja, ja. En toen 5 jaar partijvoorzitter. En toen van het CDA? Van het CDA, dat wist ik ook niet. Nee. God, je hebt wel een carrière. En toen werd je minister? En toen werd ik staatssecretaris. Oh, staatssecretaris. 3,5 jaar. Ja. En toen 2 jaar minister, ja. En dat was van onderwijs? Van OCW, ja. Middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs. Ik vond zelf het mbo heel erg mooi. Ik hou heel erg van beroepsonderwijs, want ambachten is zo... Het mbo levert zo ongelooflijk mooi onderwijs. Dat weten heel veel mensen niet, zeker ook niet in Den Haag. Daar zit natuurlijk iedereen die daar zit. Dienstkinderen zitten op het VWO en de HAVO en die gaan naar HBO. Maar toch eigenlijk moeten ze naar de universiteit, hè? Maar ik heb zelf het VMBO, het MBO al die jaren gehad. Was voor de minister in de eerste instantie een beetje ongebruikelijk. Want die nam vaak het hoger onderwijs. Toen ik overstapte van het staatssecretarisschap naar het ministerschap, heb ik gezegd, ik wil het MBO houden. Ik vind het prachtig onderwijs. En dus dat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan. Maar voor dat vak moest ik natuurlijk vaak naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voor debat. En het is waar, politiek is ook stroperig. En je denkt altijd, hè, ik heb het vaak als ik hier in de stad rondloop en mensen zeggen tegen me, ja, burgemeesters en zo, denk ik, jeetje, dat moet toch geregeld kunnen worden, hup, gaan we even regelen. Maar het blijkt vaak dan toch weer barstiger te zijn. Ja. En je moet rekenen natuurlijk, als overheid behandel je, ben je verantwoordelijk voor het algemeen belang. En dat algemeen belang, dat maakt vaak dat je toch niet zo makkelijk zo'n individueel probleem oplost. En zo'n individueel probleem oplossen wil ook vaak zeggen dat als je dat voor de een doet, dan moet je dat gelijk ook voor de andere doen. Want of het is nadelig voor de andere weer. Kan nadelig zijn. Dus het lijkt voor mensen heel vaak van, dat moet toch gedaan kunnen worden. Je leest het ook vaak, zeg maar in de Delftse Post of Delft op Zondag. En dan komt iemand met kritiek en dat moet dan toch geregeld in gezonde brieven. Maar het is gewoon vaak veel weerbarstiger dan het is. Ja, dan dat is ook moeilijk te... En ik merk wel, ik heb mijn huidige college, maar ook mijn vorige college... Iedereen zit er maar eigenlijk voor één doel. Je wil allemaal iets betekenen voor mensen. Want anders ga je toch echt wat anders doen. Hè? Er zijn gewoon vakken waar je per uur gewoon echt meer verdient met minder wakker liggen. Ja. Maar de mensen die hier zitten zijn enorm geëngageerd. Dus eigenlijk kan je er toch wel als burger van uitgaan dat iedereen probeert gewoon het beste te doen voor die stad. Of voor die individuele mensen. Maar blijkt gewoon in de praktijk dat er zeg maar tussen droom en daad heel veel bezwaren en... hoe is het gedicht? Drempels zijn voordat je dat ook daadwerkelijk realiseert. Ja, nu we toch bij Delft zijn aangekomen. Ik denk dat er een aantal mensen zijn, of een deel van de mensen zeggen, de burgemeester is de baas van Delft. Mm-hmm. En er zijn ook mensen die zeggen, ach, de burgemeester, als er iemand 100 jaar wordt, dat is wat zij doet. Ja. Wat is het echt?
laatste is meer waar dan het eerste. Ja? Ja, kijk, je moet rekenen. Ik ben natuurlijk gewoon een benoemde bestuurder. Ja. Ik word door de kroon benoemd. Dat vind ik een heel groot goed. Ik vind het ook vreselijk dat ze dat nu uit de grondwet hebben gehaald. Maar twee is, je hebt gewoon, de raad is hier, heeft het primaat, zo heet het. De raad staat aan de top van de gemeente. Ja. En dat komt omdat de raad, we zijn een democratie, rechtstreeks gekozen is. Die bepalen wie er wethouder wordt. En die zijn eigenlijk, zeg maar, het college, die wethouders en de gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor de politieke lijn. En voor de keuzes die er gemaakt worden. Als burgemeester heb ik natuurlijk zeker een taak en naarmate je meer geaccepteerd wordt, is je invloed ook groter. Maar mijn verantwoordelijkheid is toch gewoon het zijn van boegbeeld. En doorgaans gaat het in Nederland eigenlijk best wel heel goed. En wordt het ook wel geaccepteerd dat je dat bent. Meestal ben ik ook de bestuurder met meer ervaring. Want dat is ook de reden dat je binnenkomt in zo'n gemeente. En dat is wel een deel van mijn bevoegdheid, openbare orde en veiligheid. Ja. Dus mijn keuzes die ik maak ten aanzien van incidenten en vervolg ervan. Ja, dat overleg ik wel, of althans, ik informeer daar het college goed over. Soms spar ik ook even met het college. Ik informeer de raad, soms spar ik ook met de commissie Veiligheid, om het maar even zo te noemen. Maar heel veel binnen dat terrein is echt mijn besluit. Ja. En die verantwoordelijkheid heb je ook en die moet je ook nemen. Ja, en dat hebben we gemerkt de afgelopen jaren natuurlijk. Ja. Ik geloof dat er in Delft nog nooit zo crimineel onrust is geweest als in de periode dat jij daar was. Ik hoop dat er geen kausaal verband is. Nou ja, dat moeten we uitzoeken misschien bij deze. Misschien moet daar een kleine recherche naar gepleegd. Daar was ik eigenlijk naar op zoek natuurlijk. Nee. Nou, het schijnt in het verleden ook niet altijd vredig te zijn geweest. Nee. Maar het is waar en dat wil je natuurlijk niet. Nee. Hè, want Delft is, wat ik zo mooi vind aan Delft, er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, moet je niet naar, noemen ze een grotere stad. En ik zeg, nee, ik ben helemaal niet zo van de grote stad. Delft is gewoon een prachtige stad. Maar ik vind het mooi van Delft dat het ook een dorp is. Ja. Mensen elkaar kennen, echt gemeenschapszin is, heel veel initiatief. Er is toch een soort, ik denk dat er voor heel veel mensen toch een soort warme geborgenheid is in Delft. Ja. En dat is wat mensen zoeken in een tijd waar alles mondialiseert en grote dingen gebeuren. Mensen worden hier nog gekend en worden daardoor ook gewaardeerd. En zijn dus ook bereid zich in te zetten. En daar geloof ik heel erg in. Ik ben echt een christendemocraat en voeten uit. Ik geloof heel erg in de kracht van mensen. Ik geloof heel erg in eigenaarschap. Dat je zelf dingen kan oppakken, initiatief kan nemen, de dingen kan doen die je voorneemt in je eigen kring. Dat de overheid daar ruimte voor biedt. Soms ook jou een steun in de rug geeft. En dat je eigenlijk het samen met elkaar doet. En de overheid klaarstaat voor mensen die dat niet kunnen. Of die tussen wal en schip vallen. Ja, want als we daar nou, begint bij mensen. Als ik daar nou even over nadenk, dan we hebben natuurlijk al jaren te maken met een behoorlijk grote groep mensen die eigenlijk tegen de armoede aanzitten. Mm-hmm. In ieder geval afhankelijk zijn van de voedselbank. En het heel krap hebben en heel moeilijk. Ik bedoel, jij bent iemand die uit de CDA komt. Dus je hebt een christelijke instelling. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe moeten we daarmee om blijven gaan? Nou, ik denk dat de werkelijkheid is, dat is zeg maar ook de gebrokenheid van deze tijd waarin we leven. Hè, het is niet ideaal, het is niet perfect in de wereld. En dus zullen er altijd situaties zijn dat mensen niet dat hebben wat je ze graag zou gunnen. Ik denk dat we altijd heel scherp moeten zijn van wat kunnen we doen om mensen uit die armoede te halen. Persoonlijk denk ik altijd, het hebben van een baan is de beste stap uit armoede. Ik geloof dat pamperen geen goede zaak is. Ik geloof dat stimuleren van mensen om toch hoe dan ook toch te proberen ergens aan de slag te gaan. Eén, beter is voor de inkomenssituatie. Maar twee, je wordt er ook gewoon een rijker mens van. Een blijer mens als je talenten kan ontplooien is eigenlijk het mooiste wat er is. Maar als dat niet kan, dan vind ik dat we heel scherp moeten zijn. Dat we mensen echt goed moeten ondersteunen. En kinderen goed moeten ondersteunen. Dat kinderen ook tot hun recht kunnen komen. Muziekles kunnen hebben. Kunnen zwemmen. Maar aan de andere kant, wetende dat je dat nooit helemaal kan voorkomen, vind ik het geweldig dat er voedselbanken zijn. Dat mensen zich daarvoor inzetten. En dat je dus ook dat voedsel benut. Omdat de vraag is wat er anders mee zou gebeuren. Dus dat voedsel wordt gebruikt.
Dus ik vind het ook, gegeven het feit dat het nooit helemaal de wereld uitgaat, ook niet in Delft, vind ik het een goede zaak dat mensen zich inzetten om dan te zorgen dat voedsel wat niet meer verkocht kan worden, dat dat bij deze mensen terechtkomt. En dat ze daarmee, want we zijn in Nederland zo doorgeslagen wat betreft data, vervaldata en noem maar op, dat er gewoon eigenlijk heel goed voedsel terechtkomt daar waar mensen het heel hard nodig hebben. Ja, maar je denkt niet dat we het zo zouden moeten regelen in Delft bijvoorbeeld, dat het woord armoede hier niet meer voor zou komen? Of ik zou het heel graag helemaal de wereld uit willen hebben, zoals heel veel dingen. Maar ik denk dat de werkelijkheid is, hè, je ziet het ook, het heeft soms ook te maken met wat voor uitgavenpatronen hebben. Mensen nemen soms ook gewoon geen goede beslissingen, waardoor ze heel veel schulden opbouwen. Dus er zijn allerlei situaties die ten grondslag kunnen liggen. Ongelukkige omstandigheden, situatie dat je niet kan werken, dat het moeilijk is om rond te komen. Ik denk dat je dat nooit helemaal gewoon de wereld uit zult kunnen helpen, hoe graag we dat met elkaar denk ik ook zouden willen. Maar dan vind ik het goed dat er instellingen zijn zoals voedselbanken. De werkelijkheid is denk ik dat dat altijd wel zo zal zijn. Maar we moeten als overheid en zeker ook als mensen eromheen scherp zijn dat we deze mensen ondersteunen, verder helpen. Als het nodig is af en toe ook een duwtje geven richting een baan. Want nogmaals, een baan is vaak de beste stap om uit de armoede te komen. Als er werk is. Ja. Als er werk is, dat klopt. Ja. En hoe gaat de stad eruit zien de komende jaren? Zie jij een bepaalde lijn waar we heen gaan? Is er een soort hoop voor je van dat zou ik graag willen? Zo moet het worden met Delft? Of is het eigenlijk gewoon best wel af en hoeven we dan niet zoveel aan te veranderen? Nou, er liggen natuurlijk allerlei plannen, ook van politieke zijde. Zoals de meerderheid in de gemeenteraad voor ogen heeft. Dat is voor mij als burgemeester ook een gegeven. En daar zitten heel veel goede dingen bij. Ik denk dat we heel actief aan de slag moeten om maar eens een punt te noemen met de fietsen. Fietsen wordt best wel een dingetje, om het zo te zeggen. Dat wordt een dingetje, ja. Maar dat is al een dingetje. Zeker. We zijn bezig met de woningbouw. We hebben in Delft een wat eenzijdige woningbestand laten ontstaan in de afgelopen decennia. Veel sociale woningbouw. En dat is op zich een goede zaak, maar ik vind dat we dat samen met andere gemeenten moeten doen. En dat Delft ook verdient om evenwichtige woningbouw te hebben. Eén, dat maakt de stad krachtiger, ook kapitaalkrachtiger. En dat is echt heel erg nodig voor Delft. Maar twee, het maakt ook dat wij bepaalde mensen een onderdak kunnen bieden die hier vervolgens ook hun werk vinden. En Delft is ook gewoon een kennisstad. En wil je dat naar de toekomst versterken, dan moet je ook zorgen dat mensen hier kunnen wonen om te kunnen werken dicht bij huis. Dus daar wordt aan gewerkt. We zijn natuurlijk bezig met cultuur, met toerisme. Ik zelf als burgemeester vind het heel erg belangrijk. Er is heel veel in beweging. Delft is het middelpunt van vernieuwing, innovatie. En we zien ook social media, kijk eens wat er allemaal gebeurt. De kans dat een stad vluchtig wordt en dat we van het ene naar het andere jumpen is zeer aanwezig. En ik geloof echt in de aandachtige stad. Ik geloof echt heel erg in aandacht. Aandacht doet wonderen voor mensen onderling. Echte aandacht. En ik hoop dat wij een stad hebben waar naast al die vernieuwing en innovatie mensen ook aandacht hebben voor elkaar. En groepen ook met elkaar verbonden worden. Daarom zet ik me samen met Tim van der Hagen en de organisaties van ons, van de TU en de gemeente, ook in om te kijken of we studenten meer kunnen verbinden met mensen en buurten in voor- of buitenhof. Om te kijken, groepen elkaar ontmoeten en dat niet onbekend maakt onbemind. Dus voor mij als burgemeester hoop ik dat we een verbonden, aandachtige stad zijn. Waar mensen oog hebben voor elkaar en waar eenzaamheid teruggedrongen wordt. En met elkaar echt een gemeenschap vormen. Dat is eigenlijk voor mij als burgemeester het belangrijkste. Ja, en natuurlijk een veilige stad, maar dat spreekt voor zich. Ja. Maar ik ervaar altijd wel een groot verschil tussen het centrum en een aantal wijken eromheen, zoals Buitenhof en Tandhof. Ik vraag me af in hoeverre die mensen nog zich verbonden voelen met Delft. Dat is in het centrum natuurlijk veel makkelijker. Ja, kijk, in het centrum zit toch de culturele, literaire, financiële
elite. He, dus je moet enorm opletten. Ik woon natuurlijk zelf ook in het centrum. Ik moet altijd enorm opletten dat ik er ook uitkom. Want dit is gewoon een dorp op zichzelf. Ja. Maar ik merk ook gewoon dat wijken en buurten zoals Buitenhof en Voorhof en Wippolder, De Bras, dat zijn buurten die ook gewoon hele actieve, betrokken mensen kennen. Die ook gewoon trots zijn op een buurt. Wij praten vaak over wijken met elkaar in de stad. Waar de mensen in de wijk zelf zichzelf niet in herkennen. Nee. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Buitenhof, daar gebeuren gewoon prachtige dingen. Heel veel. En Poptahof, Poptapark. Als je kijkt wat daar gebeurt. Hele leuke, mooie dingen. Ja. He, dus elke buurt heeft gewoon zijn eigen charme en zijn eigen kwaliteit. Ik vind het alleen wel belangrijk dat we uiteindelijk ons allemaal Delft voelen. Ja. En ik merk toch wel dat eigenlijk mensen door de hele stad heen trots zijn op de stad. Zich Delftenaar voelen. Maar allemaal wel op een andere manier. En dat is natuurlijk prima. Het mag pluriform zijn. Ja. Het hoeft niet allemaal koekoekseenzaam te zijn. Maar het moet wel verbonden worden op die prachtige stad uiteindelijk die we met elkaar vormen. Ik vind dit een hartstikke mooi einde. Nou, fijn Tijn, als jij het zegt, dan zal het wel zo zijn. Ja, ik stel voor dat we het hier afronden. En mag ik je heel erg bedanken voor je aanwezigheid bij de eerste uitzending. En iedereen in Delft, kijk volgende week weer naar de volgende. Mooi. Bedankt voor het kijken. Dank.